Oranje movies. De laatste woorden waren dat hij altijd bij me is. En ook al voelt het misschien anders, hij is er wel. Want zonder de zon kan er ook geen schaduw zijn. En je moet... Ja, heel mooi verhaal. Heb je alleen één ogenblikje? Hallo, jij belt met spreekt. Of nee, jij spreekt met belt. Ik zie dat je weer aan het drinken bent. Wie is dit? Dit is je baas, idioot. Kom op, ik zei dat alle alcoholistische dranken hier moesten verdwijnen, ja? Het moet nog zo'n beetje uit en is weg. Als je nog één slok neemt, dan zoek je maar een andere baan. Begrepen? Hallo? Hallo? Is daar nog iemand? Sorry, wat wou je ook alweer zeggen? Nou, wat ik eigenlijk wou zeggen, kort samengevat, is dat ik me eigenlijk altijd een beetje... ja, opgesloten heb gevoeld in dit lichaam, alsof ik hier niet in thuis hoor. En vorige week kwam ik erachter dat ik eigenlijk, ja... dat ik mezelf veel meer een vrouw voel. Dus ik ben transgender. Oh nou, wat goed van je. Gefeliciteerd. Ik wou dus ook eigenlijk vragen of ik misschien wat extra ruimte mag om mezelf opnieuw te ontdekken. Dat snap ik zeker weten. Neem je tijd en mocht er iets zijn waar wij je kunnen aanvullen of wat dan ook... Dankjewel. Graag gedaan, geen moeite. Oh, ja, sorry Porri. Mag ik jou heel even wat bekennen? Wat is er aan de hand? Zoals jij waarschijnlijk al wel weet, komen mijn grootouders uit Portugal. En via Portugal kwamen ze naar Nederland met het transport. En met het transport zijn ze heel ver gegaan. Mijn vader was geboren en mijn vader heeft net als mij een hele grote voorliefde voor onze kleine vriend Port. Ik heb dorst. Sorry. Ik wou zeggen dat ik in ieder geval nu weet waarom ik me altijd anders heb gevoeld. Het is namelijk zo dat ik denk dat ik een trans... Ik denk dat ik een transport ben. Jij bent transport, zeg je. Maar ik schrok er zelf ook van hoor, dat moet je niet onderschatten. Hey, stop met dat drinken! Ja, maar ik ben transport, ik moet mezelf... Serieus? Jij gaat transgenders misbruiken om jouw alcoholverslaving hier op het kantoor door te zetten? Hey, jongens, wat is er hier aan de hand? Nou, hij benadeelt mensen transport zijn. Benadeelt hij. Wat? Dat. Omdat transport niet bestaat, het is niks, kom op! Wow, er moet nog duidelijk veel gedaan worden voor de emancipatie van transport. Brrr. En jij neemt transgenders dan wel serieus? Ja, want dat is daadwerkelijk iets. Oh, iets. Jij ziet transgenders als iets. Leuk. Nou, kom op, kijk naar hem. Hij is geen transport, hij is gewoon een alcoholist. Wie ben jij om te leven over mijn oordelen, hè? Ik genoeg moeilijk heb al. Weet je, ik stel voor dat wij twee samen er even 4 weken tussenuit gaan. Wat? Dat kan niet, sorry. Maar Marcel is ook al de afgelopen 4 weken afwezig. Kijk naar zijn bureau. De afgelopen 4 weken is er niemand geweest. We lopen zwaar achter met het werk. Oh, jij bent zo respectloos, hè? Hoe kan het? Wat heb ik nu weer gedaan? Marcel is transparant. Oh, laat me raden. Dat was zeker Marcel, of en niet? Of dat Marcel was. Oh, ik had het zelf nog 3 keer harder gedaan. Man! Kom, wij gaan er even een paar weken tussenuit. Weg van deze lul. Kunnen we dan wel even langs de lijterij? Dankjewel. Hey jongens, kom op. Wacht nou. Niet direct weggaan. En bedankt Marcel, leuk! Manja! Banjo Movies every Sunday at 2:00.